like a diamond. Shine bright like a diamond. Fine light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I, you and I. We're like diamonds in the sky. You're a shooting star, I see. A vision of ecstasy. Vandaag gaan we vormgeven aan dit ding hier. En dat is in feite eigenlijk de structuur van mijn boek. Moment is daar. Ik ga vertrekken naar daar. En mocht je het nog niet gevolgd hebben, dit is mijn schrijfweek, oftewel schrijfretraite. Super spannend. Er gaat van alles door me heen. Kan ik het wel? Wat nou als het niet lukt? Ook een stemmetje, heel lelijk, die zegt van joh, weet je, doe geen moeite, want er is toch geen hond die dat leest. Weet je, wie ben jij om dit soort dingen op te gaan schrijven? Je weet veel te weinig, dus moet je niet iets nog studeren of iets lezen erbij of weet ik veel. Dus ja, heel veel lelijke stemmen die afkomstig zijn van mijn draken. Ik heb ze in het afgelopen jaren uitgehongerd, maar op het moment dat je dus uit je comfortzone komt en dus iets spannends gaat doen, dan zijn ze dus weer wakker geschud. Nou, weet je, dit hoort erbij. Weet je, wil je groeien, dan zul je dus ook groeipijn moeten ervaren. Ja, weet je, zet niks anders op. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. Het is 10 uur. Nou, nog niet eens. Het is 9:55. We hebben ontbijt gehad. Waanzinnig ontbijt, by the way. En daarna de eerste... Ja, wat is het? Onze eerste meeting, de inleiding, de aftrap. En ik merk op dit moment dat ik echt... Ik heb volgens mij een hartslag van 200. En... ja, misschien is het niet aan je te zien, maar dat is echt... In mijn lijf is gewoon ik zou zo kunnen janken. En wat is dat dan? Ja, weet je, het schrijfretraite is nu begonnen. En dat er zo'n gevoel van, nou weet je, ga gewoon naar huis. Ga gewoon normaal zijn. Dus... Maar ja, weet je, en dat is gewoon iets... Dit is uit je comfortzone stappen. Dit is... de persoon worden... Weet je, waarvoor ik geboren ben. En dat is wel apart dat... het is wel apart dat het nu gebeurt. Maar... Ik moet dit verhaal schrijven. Ik moet de verhalen schrijven. Ik moet dit doen. En ik ben echt gewoon bang. En dus nu sta ik hier op een fantastisch, in een fantastisch landhuis. En zorgen dat mijn lijf en mijn brein kalmeert. En ik ben hier van het uitzicht aan het genieten. Zo. Apart dat ik dit nu even zo deel. Maar dit is... zal misschien wel vaker gebeuren. Ik weet niet. Even een update. Want ik zit op een locatie waar... geen bereik is en de wifi in het huis zo kakkemikkig is dat je er eigenlijk niet doorheen komt. Ik sta nu ergens op een heuvel en heb ik net een streepje bereik. Dus ik dacht, ik wil eventjes laten weten dat ik helemaal oké ben. Vanochtend mijn eerste jankmoment heb gehad en toen daarna in een soort flow ben gekomen en echt wel lekker ben gaan schrijven.
Ik heb kleine oogjes. Ik heb de hele dag geschreven. En het is wel leuk dat nu mijn titel gevonden heb van het boek. Wat helemaal past bij mij, bij de verhalen van mijn cliënten. Het is bijna einde van dag 4. Man, wat gaat de tijd super snel. Aan de andere kant heb ik ook het gevoel dat ik ook wel heel lang hier zit. Nou, eigenlijk niet. Laat ik het zo zeggen. Tijd vliegt. Goedendag. Het is wel grappig dat ik steeds meer... Ik zit hier tussen 3, 4 Vlaamse dames. En dat je ook steeds meer woordjes hoort. Nee, het boeit helemaal niet. Ik kan niet eens meer kletsen. Oké, dag 5. Je ziet, denk ik wel aan mijn gezicht, dat ik gewoon langzaam aan het afbrokkelen ben. Het gaat wel goed. Ik ben hier even op mijn kamer. Nou, hier zie je de indeling van mijn boek. Dag 5. Ja, pittig, moe. Ja, dit is gewoon een ervaring om gewoon nooit te vergeten. Ik bedoel, wanneer krijg je nou een week de tijd om alleen maar te schrijven? Wat ik me net ook zat te bedenken, hè, van hoe... Dat is toch raar dat je eigenlijk dit doet. Weet je, jezelf met een paar andere vrouwen jezelf opsluiten en dan een boek uit de grond stampen. Met een moordend tempo dat je echt denkt, wie doet dat nou? Hé, maar dit is toch gewoon fantastisch om 's ochtends gewoon te doen en gewoon om je lijf wakker te maken, om ook je brein is het 's ochtends het meest actief. Dus ja, weet je, waarom zou je dan in je bed blijven liggen? En nogmaals, weet je, ik was ook voor mijn slaapstoornis ook wel echt een avondmens, of tenminste dacht ik altijd dat ik het meest productief was in de avond. Vandaag is het dag 6. De allerlaatste dag. De allerlaatste volle dag. Als je nu terugkijkt, dat ik, of tenminste bedenk dat ik morgen naar huis ga. En dan is deze week omgevlogen. Dus dat is echt bizar. Maar wat een week. Dus ik heb gisteravond echt ook gewoon een groot gevoel gehad van, nou, ik ga nog mijn allerlaatste geven in mijn schrijfmarathon. Ik heb nooit een marathon gelopen, maar volgens mij ga je echt al op het eind gewoon helemaal kapot. Maar ik heb wel moed gekregen, want ik heb ergens er ook wel de finish ergens in de verte gezien. Ik ga vandaag, of tenminste gisteren, ben ik met het ene laatste hoofdstuk begonnen en daar ben ik nu halverwege. Dus er zit echt een tempo in, dat is echt bizar. Ik voel me echt een soort... Ik ben echt een dieseltje geweest. De eerste 2 dagen ben ik zo aan het zoeken geweest. Vond ik het zo ook moeilijk. Nou ja, goed, kijk maar naar het begin. Toen dacht ik echt van, nou, alles in mijn lijf zei van, nou, we gaan gewoon naar huis. Zoek het uit met z'n allen. Mijn lijf, hè. Zelf heb je echt zoiets van, nou, je inner zelf. Dat je echt denkt, nee, ik moet dit gewoon doen. Dit is het grootste cadeau wat ik mezelf heb kunnen geven. Ja, en op een gegeven moment, ja, word je natuurlijk door het vele zitten en zeker in je houding, het staren naar je scherm, dat je echt denkt, pff. Het allerlaatste hoofdstuk is ook het allerleukst, waarin ik je vertel hoe je jouw droomleven kunt creëren. En door het natuurlijk ook gewoon ook zelf te testen. En dat je gewoon echt, gewoon... als je de keuze maakt en je maakt de commitment, dat je dus ook echt
een rijk en overvloedig kunt leven. En wat misschien nog het allerbelangrijkste is, gewoon die rust in je kop. Zo ontspannen, toevallig nu in de Ardennen. Maar eigenlijk ook, van mijn part is het midden in je kantoor. Met alle hectiek om je heen. Maar dat je dus ook gewoon kunt afsluiten. En dat je gewoon die rust kunt voelen. Nooit gedacht dat ik dit ooit zou kunnen. Goed, mensen die me kennen, die weten hoe heftig dat toen was. Ik kon het echt niet. En als ik dan weet voor wie schrijf ik het boek, dan is het toch wel voor deze mensen die elke dag weer ook het uiterste ook van zichzelf vragen, maar die hier toch wel een soort van een beetje kapot aan gaan. En hoe fijn is het om dan met dit boek juist deze mensen die absoluut stuk voor stuk allemaal iets te brengen hebben. En dat hebben we eigenlijk allemaal, hè? We hebben allemaal iets te brengen in deze wereld. Ik bedoel, er is een reden waarom je geboren bent. Maar dat je gewoon moet stoppen om je klein te houden. Om te zeggen dat je dingen niet kunt. Dat je zegt dat het niet voor je weggelegd is. Het is mogelijk. Maar het begint wel met de keuze. Hoe nu het boek is geworden. Ik vind het zelf wel helemaal fantastisch. Natuurlijk moet ik nog gaan bijschaven. Er zullen ook nog wel het een en het ander aan verhalen ook gewoon toegevoegd gaan worden. Maar het is echt een ruwe versie. Maar gewoon in grote lijnen is het gewoon af. Het is echt een pak papier en met een heleboel letters en woorden. Ik voel het nu nog in mijn nek en in mijn schouders van het tikken. Maar ja, bizar. Echt bizar. Maar ik heb het wel gedaan. We're beautiful like diamonds in the sky. I do. Like a diamond, shine bright like a diamond, shine bright like a diamond, so shine bright.